Welkom bij Irrationaliteit of Rationaliteit Heerst, over menselijk gedrag in pandemische tijden. Het eerste online programma van NIAS en Spij25 in 2022. Mijn naam is Jan-Willem Duivendak. Ik ben directeur van NIAS, het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences en hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. En ik zal dit programma proberen te modereren. Toen we begonnen met de voorbereidingen van dit programma, hadden we niet voorzien en zeker niet gehoopt dat we opnieuw in een volledige lockdown zouden zitten. Maar niets is minder waar en dat maakt natuurlijk het programma van vandaag relevanter dan ooit. We gaan in gesprek over de wisselwerking tussen menselijk gedrag en de verspreiding van infectieziekten zoals COVID-19. Van wiskundige modellen om die nieuwe realiteit beter te begrijpen. We hebben drie fantastische sprekers vanmiddag. In de eerste plaats epidemioloog Luc Coffeng, antropoloog Ginny Mooi en gedragswetenschapper Wil Thiemeyer. Wat kunt u vandaag verwachten? We starten zo meteen met de presentatie van Luc Coffeng, waarin hij ons meeneemt in zijn onderzoek. En ik zal Luc ook zo meteen als eerste introduceren. Daarna volgen er reacties op Luc's presentatie van Ginny Mooi en Wil Thiemeyer. En die zal ik presenteren op het moment dat zij het woord krijgen. Maar laten we eerst Luc Coffeng introduceren. Luc is dit semester aan NIAS verbonden als Distinguished Lawrence Fellow. Dat klinkt wel heel mooi, en dat is het ook. Maar dat betekent eigenlijk vooral dat hij op het snijvlak werkt van aan de ene kant alpha, gamma en beta. Want daar gaat dat de samenwerking tussen Lawrence en NIAS over. En daar gaat ook dat Distinguished Lawrence Fellowship over. En daarom zijn we ook vandaag aan het praten over gedrag en infectieziekten. Luc is universitair docent bij de afdeling Public Health bij het Erasmus MC in Rotterdam. Coffeng is opgeleid als arts en epidemioloog en tijdens zijn fellowship bij NIAS werkt hij, en dat zal hij zo meteen uiteenzetten, aan een intrigerend project. Het ontrafelen van de vraag hoe menselijk gedrag de verspreiding van infectieziekten beïnvloedt en andersom. Luc werkt aan een conceptueel wiskundig model dat menselijk gedrag en aannames kan integreren en aan de hand hiervan beter kan inschatten hoe een virus zoals COVID-19 zich zal verspreiden of gecontroleerd kan worden. Coffeng staat voor een interdisciplinaire aanpak. Naast epidemiologen zijn psychologen, sociologen, antropologen nodig om hier grip op te krijgen. Hij zal het zo meteen zelf uitgebreider en veel beter kunnen presenteren. En ik zei het al, vervolgens zullen Ginny Mooi en Wil Thiemeyer reageren op Luc zijn inzichten. En weer daarna is er gelegenheid voor vragen van u, kijkers. En die vragen kunt u stellen via de Q&A-button onderaan het scherm. Tenminste, wanneer u bent ingelogd voor het Zoom-seminar. Maar kijkt u naar YouTube, dan kunt u daar ook vragen stellen en wel via de chat-functie. En u kunt ook via Twitter meepraten door middel van twee hashtags. Ofwel hashtag NIASKNW, 8 letters aan elkaar, ofwel de hashtag DLF-talk. Daar is dus die Distinguished Lawrence Fellow weer, DLF-talk. En gebruikt u dat vooral. Maar laten we beginnen met de presentatie van Luc Coffeng. En dan zetten Ginny, Wil en ik onze camera op zwart. Luc, ga je gang. Dankjewel, Jan-Willem, voor de aardige inleiding. Ik ga voor de verandering eens niet een PowerPoint-presentatie geven. Ik dacht, ik doe het dus anders. Ik ga jullie gewoon een voordracht doen. Ik begin in het Nederlands overigens en helemaal aan het eind heb ik een stukje in het Engels. Dus dan zijn jullie daar alvast op voorbereid. Mijn naam is dus Luc Coffeng. Ik ben een wiskundig modelleur en heb de afgelopen 5 maanden bij NIAS in Amsterdam doorgebracht. Mijn tijd bij NIAS als Distinguished Lawrence Fellow is ontzettend interessant geweest. Ik heb nieuwe mensen, disciplines en ook taal mogen ervaren. En hier ben ik erg dankbaar voor. In mijn werk als infectieziektemodelleur is een van de allerleukste dingen
de interactie met andere disciplines. Deze interactie is absoluut nodig omdat modelleren expliciet het doel heeft om kennis uit verschillende velden, zoals biologie, demografie en beleid, te integreren. En deze integratie die vindt plaats in de vorm van een wiskundig model of een simulator. Het is alsof ik als onderzoeker een gamewereld bouw waarin bepaalde regels en condities gelden en dan vervolgens deze game zichzelf laat uitspelen. En hiermee onderzoek ik hoe en waarom bepaalde scenario's leiden tot gewenste of minder gewenste uitkomsten. Zoals bijvoorbeeld de uitroeiing van een parasitaire worminfectie in kinderen in ontwikkelingslanden. Of overbelasting van de Nederlandse gezondheidszorg door COVID-19. Een aspect dat nog relatief weinig vertegenwoordigd is in infectieziektemodellering is menselijk gedrag. En de veranderlijkheid ervan. Tot dusver wordt gedrag meestal behandeld als statisch, of op zijn best dynamisch, maar rationeel. En dat is natuurlijk een beetje hachelijk, zeker in een pandemische situatie zoals nu. Gegeven de veranderlijkheid van gedrag zijn metingen van gedrag in een populatie op dit moment zelfs niet noodzakelijk een valide prognose voor de komende aantal weken. Daarbij komt nog dat zelfs in soortgelijke situaties op verschillende tijdstippen, denk aan de zomer van 2020 en de zomer van 2021, het gedrag van mensen en populaties anders kan zijn, zelfs als de situatie hetzelfde is. Dit hebben we bijvoorbeeld mee mogen maken toen COVID-19 aantallen veel sneller stegen gedurende de zomer dan verwacht, doordat er vanuit was gegaan dat het gedrag van mensen niet anders zou zijn dan in eerdere soortgelijke situaties. Welke lessen kunnen infectieziekten ons over onszelf en de maatschappij leren? Waarom is het zo moeilijk voor ons om de realiteit van infectieziekten te accepteren en daarmee om te gaan? En hoe kunnen wiskundige modellen ons daarbij helpen? Hoe beïnvloeden infectieziekten contactnetwerken en gedrag elkaar? Want dat doen ze. En hoe kunnen we dit op een kwantitatieve manier beschrijven, zodat we beter kunnen anticiperen op de fenomenen en gebeurtenissen die uit dit complexe systeem tevoorschijn komen. Met dit in gedachten gaat mijn fellowship-project over de volgende vraag. Hoe kunnen we de wederzijdse verbinding tussen de dynamieken van infectieziekten in populaties en anderzijds de dynamiek van gedrag van mensengroepen en populaties beschrijven? Naast de ziektebiologie bepaalt gedrag natuurlijk in grote mate de overdracht van infectieziektes, zoals COVID-19. En de andere kant op, gedrag wordt beïnvloed door het voorkomen van infectieziekten, bijvoorbeeld via risicoperceptie. In tegenstelling tot wat de meeste infectieziektemodellen aannemen, zijn mensen niet statisch en niet rationeel. Ze hebben zo hun gewoontes en voorkeuren en ze zien de wereld door een gekleurde lens, waarbij ze hun ervaringen op een zelfbevestigende manier interpreteren. Daarbij komt dat mensen geneigd zijn om meer om te gaan met gelijkgezinden. Een proces wat hun gezichtsveld en ervaring en interpretaties ervan verder bevestigt en vernauwt. Uit het schuim van deze complexe interactieve soep zijn de menselijke maatschappij en het onderliggende sociale netwerk geboren. Het sociale netwerk verdeelt de maatschappij in clusters of stammen die onderling min of meer verbonden zijn. Sommige van deze stammen zijn versmolten tot grotere groepen, sommige niet. Denk aan netwerken van vrienden, familie, collega's, maar ook grotere netwerken van sportfans, politieke partijen of minderheden in onze maatschappij. Deze sociale structuur speelt daarom een belangrijke rol in de verspreiding van infectieziektes, alsmede in het ontstaan en verspreiding van attitudes en meningen met betrekking tot ziekte, gezondheid en bestrijdingsmaatregelen. De clustering van zulke attitudes en meningen in delen van ons sociale netwerk en delen van onze maatschappij draagt op zijn beurt bij aan ongelijkheden in gezondheid en ziekte. Om beter voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën, is het nodig om beter te begrijpen hoe populaties reageren op zulke situaties en eventueel genomen maatregelen. Hiervoor
moeten kennis en technieken uit verschillende velden bijeengebracht worden. Bijvoorbeeld uit de psychologie, sociologie, antropologie, maar natuurlijk ook epidemiologie, beleidsontwikkeling en implementatie en natuurlijk wiskundige modellering, mijn vakgebied. Met een geïntegreerd conceptueel raamwerk waar de sociale wetenschappen ook een plaats in hebben, kunnen de fundamenten gelegd worden voor een volgende generatie wiskundige modellen. Zulke modellen kunnen ons helpen leren begrijpen welke componenten van dit complexe biologische en sociale systeem cruciaal zijn in de verspreiding van infectieziektes en hoe deze kunnen worden gebruikt of misbruikt en beïnvloed worden om rampen te voorkomen, levens te redden, gezondheid te verbeteren en ongelijkheden te verminderen. Daarbij zou zo'n raamwerk verder kunnen helpen met het stimuleren van dialoog en kruisbestuiving tussen verschillende disciplines, wat best een uitdaging is. Het prioriteren van onderzoeksagenda's van de verschillende vakgebieden en het verbeteren van wederzijds begrip tussen velden met betrekking tot wat nodig is om verder te komen. Betreft modellen en voorspellingen, er zijn twee veel voorkomende misverstanden hierover. 1. Modellen voorspellen wat er zal gebeuren. 2. Modelvoorspellingen zijn niet nuttig, want het is onmogelijk om alle details en de volledige complexiteit van de realiteit mee te nemen. Beide noties zijn te zwart-wit en over- of onderschatten het nut van modellen. Wiskundige modellen zijn in de eerste plaats een middel. Een middel om situaties te begrijpen die te complex zijn om te ontrafelen met enkel hersenkracht. Het zijn nuttige stukken gereedschap waarmee we kennis over verschillende componenten van een systeem, zeg ziekte, biologie en humane demografie, kunnen integreren. En waarmee we vervolgens kunnen kijken hoe interacties tussen die componenten mogelijk leiden tot verschijnselen in het systeem als een geheel, zeg een epidemie. Natuurlijk, het typische modelleursgezegde spreekt van garbage in, garbage out. Als je onzin in een model stopt, komt er onzin uit. Echter, dit gezegde wordt nog wel eens misbruikt voor de stelling dat een model een perfecte replica van de realiteit moet zijn. En dit is dan vaak ook de reden waarom er nog niet zo heel veel aan de modellering of realistische modellering van gedrag is gedaan. Echter, de kunst van het modelleren is het kunnen bepalen van wat wel en niet nonsens is en wanneer dit relevant is voor het beantwoorden van een specifieke vraag in een specifieke setting. En om dat vervolgens te kunnen uitleggen aan non-modelleurs. En zo zijn we weer terug bij het leukste aspect van mijn vak, de interactie met andere vakken. Hopelijk met de tijd zullen de gegenereerde inzichten en kennis van deze exercitie bijdragen aan beter bestrijdingsbeleid dat rekenschap neemt van de interactie tussen gedrag en infectieziekte. In plaats van reactief, destabiliserend beleid dat leidt tot extreme golfpatronen in zowel gedrag als ziekte. Ik heb niet de illusie dat we ooit pandemieën zullen kunnen voorkomen, maar heb de hoop dat we efficiëntere manieren vinden om de golven te dempen. Met ook hopelijk minder schade aan de sociale structuur van onze maatschappij. Dit zou bereikt kunnen worden in de vorm van 1. Beter geïnformeerde beleidsbesluiten. 2. Betere voorlichting en verwachtingsmanagement. En 3. De implementatie van maatregelen die beter aansluiten en ingrijpen op de specifieke kwetsbaarheden en krachtpunten van ons complexe sociale web. Nu, voor dit laatste deel van mijn praatje schakel ik over naar Engels. De taal waarin ik mij vaktechnisch, maar onderhand ook lezend en voordragend het meest thuis voel. This brings me to the last part of my talk, to wonder at the beautiful complexity of the interacting lives of individuals in a society and the lives of the organisms within us, a complex dance which mathematical models help us understand, appreciate and respect. I would like to convey this in a perhaps unusual way, at least unusual for my field, in the form of a short piece of prose called The Sphinx. The Sphinx. I am eternal.
When and wherever life is, I am life, I am death. I am called many things, Nerchi, the mighty Linus, Sekhmet, the Nozoi. I'm attributed intelligence, but do not know it. I merely rise and fall like the tide, filling the dry riverbed that has forgotten me. I am nature's avenger and keeper of the balance. Where there is too much, I take away. Where there is too little, I may stay away. If you are weak, I am your end. Let me undulate gently, reminding you of my existence, lest you forget. Fight me off, and I will remind you, striking back with force tenfold. I exist by the grace of the lives I'm tasked to herd. The threads connecting the flock dictate the direction of my dance. I cannot be stopped as I circle, indifferent. To be at peace with me is to know yourself as a flock, but you do not know yourself. You fight blindly, not overseeing the consequences of your actions. Fight me, and through your own rhetoric, you divide yourself, creating new deltas that I may fill. And in that division, you provide me with the opportunity to adapt to the ever-changing web that ties us together. Your parts consider themselves intelligent, but you do not understand how their words and actions reverberate throughout the fabric of the flock, creating patterns and pockets that I may travel. In turn, as I dance, my trail changes the threads of the fabric, which you do not see. Partial intelligence cannot anticipate the ways in which this cycle folds into itself. Not that I care. But I will teach you, remind you. Dance with me and see how long you last. Divine my movements if you can. Stare too deeply into time and forget my dance is endless and unpredictable. See your own reflection in the crystal, looking back at you, eyes awander. Or let us rage together until we finally fall asleep, exhausted, so that we may dance once more tomorrow. At great cost. En dat was de Sphinx. En ik geef graag het woord terug aan Jan Willem. Dank, Luc. En ik zie ook graag dat Ginny en Wil hun camera aanzetten. Dank, Luc, voor deze presentatie. Met een intrigerend slot, moet ik zeggen. Want het is wel het laatste wat ik had durven hopen. Dat een wiskundige modelleerder ons verrast met een verhaal over de Sphinx. Maar dat geeft al aan uit welke verschillende bronnen je put. Veel dank voor je presentatie. We gaan nu eerst door met twee reacties op jouw presentatie. En dan hebben we een paneldiscussie en daarbij dus ook de gelegenheid voor vragen van kijkers. Ik wil vragen of Ginny Mooi als eerste haar reactie wil geven. Ik zal haar kort introduceren. Ginny Mooi is cultureel antropoloog en socioloog, gespecialiseerd in niet-westerse landen. Ervaring heeft ze met nationaal en internationaal beleid. Een impact van infectieziekten en dat deed ze op toen ze in Sierra Leone was tijdens de Ebola-uitbraak van 2014-2016. Tot voor kort was Mooi onderdeel van het Corona Red Team, een organisatie die advies gaf over de aanpak, gevaart en ongevaart, aan het kabinet Rutte 3. En Mooi onderzoekt, meer in algemene zin, politieke en gedragspatronen die de pandemie beïnvloeden. En ze schrijft, en u zult haar waarschijnlijk kennen, geregeld opinieartikelen in Nederlandse media waarin ze pleit voor preventie als belangrijkste middel om corona een halt toe te roepen. Nou, hiermee doe ik waarschijnlijk volstrekt onrecht, Ginny, aan alles wat je denkt en doet. Maar laat het een korte introductie zijn op wie je bent en wat je wil vertellen. Het woord is aan jou. We laten onze camera's nu verder even gewoon aan, maar als je je scherm wilt delen, ga je gaan. Ja, goedenavond. Ik heb wel een PowerPoint-presentatie gedaan. Sommige stukken, zeg ik erbij, zal ik sneller doorheen gaan, omdat het
vrij veel overlap heeft met het verhaal van Luc. Dus neem mij niet kwalijk als je niet kan volgen. De PowerPoint kan ik altijd delen. Maar we gaan niet heel veel dingen dubbel doen. Ik ga mijn PowerPoint aanzetten. Dit is eigenlijk het slot van mijn pleidooi. We zijn allemaal patient zero. Het is de titel van mijn presentatie. Laat het alleen prikkelen. Ik ga in mijn presentatie vooral voorbeelden gebruiken uit de ebola-epidemie in Sierra Leone. En dat heeft een belangrijke reden, omdat ik denk dat onze ideeën over gedrag tijdens deze pandemie sterk worden gekleurd door onze eigen ervaringen. En omdat het goed is om te zien dat bepaalde patronen zich herhalen en dat dat losstaat eigenlijk van onze kleine omgeving, vind ik het goed om de ebola-epidemie in Sierra Leone als voorbeeld te nemen, omdat je zult zien dat heel veel dingen herkenbaar zijn. En dat je dus daadwerkelijk patronen kunt ontdekken. En dat is tegelijkertijd ook mijn stelling. Gedrag is ten dele irrationeel, maar er zijn wel degelijk gedragspatronen die rationeel zijn, die herkenbaar zijn, die beïnvloedbaar zijn en wellicht ook wel meetbaar. Nou, onze risicoperceptie. Het verhaal van Luc eigenlijk sluit bij aan, dus ik wil hier snel doorheen gaan. Speelt de belangrijkste rol tijdens de pandemie, want het virus is ons risico, het is een uitdaging, het is een dreiging die van buiten afkomt. Hoe gaan we met die risico's om? Dat is ten dele persoonlijk, maar ten dele ook cultureel of politiek ingegeven. Als we kijken naar Nederland, dan hebben wij een sterke cultuur van risicoacceptatie. Het is actief onderdeel van ons beleid en dat geldt ook voor Sierra Leone. Daar is heel weinig overheidsinmenging, dus je kunt zeggen, het is heel erg vergelijkbaar met de situatie bij ons. Of wij een reële risicoperceptie hebben, de manier waarop wij risico inschatten, klopt dat ook met de werkelijkheid, is afhankelijk van de informatie die binnenkomt. En mijn stelling is, de staat heeft daar de allergrootste invloed op. Niet alleen om de informatie die we binnenkrijgen, maar ook omdat ze ons een handelingsperspectief bieden. De staat faciliteert, kunnen wij ons aan bepaalde gedragsregels houden. En ook dat heeft invloed op hoe wij risico's inschatten. Ons gedrag wordt ingegeven door ons individuele risicoperceptie. Maar het is niet statisch. Het is altijd dynamisch. Het verandert eigenlijk met iedere handeling die we doen. In iedere omgeving die we zijn. En ook met de tijd. Je schat het in. Naarmate van de dreiging vermindert of vermeerdert. Of je nieuwe informatie krijgt. Of je je wel kunt beschermen. Maar vooral is gebleken naarmate van epidemiemoeheid. Hoe wegen wij risico's? Een balans tussen risico mijden, risicoacceptatie. Het is altijd aanwezig. Onze risicoperceptie is in eerste instantie heel erg afhankelijk van hoe zichtbaar de dreiging is. En dat is het hele moeilijke in dit verhaal. Het virus is niet zichtbaar. En dat is wat de hele bestrijding ontzettend moeilijk maakt. Er heerst vooral ongeloof en het ongeloof blijft terugkeren gedurende de hele epidemie. In Sierra Leone duurde bijvoorbeeld de ebola-epidemie 2 jaren. En in die 2 jaren zie je steeds een cyclus terugkeren. Mensen gaan van geloof naar ongeloof en weer terug. Hoe worden wij bewust gemaakt? Nou, hoe kun je het nou begrijpelijk maken voor mensen? Dat virus is er, het is er nog steeds, het blijft een dreiging. Hoe groot is die dreiging? En hoe groot is die dreiging voor ons? Dat kun je niet zelf. Daar is echt beïnvloeding van buitenaf voor nodig. Maar misschien wel het allerbelangrijkste voor onze opvattingen over hoe we met die dreiging omgaan, zijn onze opvattingen die we meekrijgen uit onze gezondheidscultuur. En dat speelt door alle lagen van de bevolking. Het speelt niet alleen bij burgers, het speelt ook bij onze adviseurs, onze wetenschappers en onze beleidsmakers. Want welke ideeën er leven, hebben invloed op beleid. Het heeft invloed op hoezeer epidemiologen bijvoorbeeld de dreiging serieus nemen of als een groot probleem zien. Als we kijken naar corona, staan we voor een extra uitdaging. Het lijkt voor ons op een griepje. En je ziet het terugkomen in het beleid.
Het begin van de coronapandemie in Nederland markeerde zich eigenlijk door het griepje. En het is er nog steeds, het keert steeds terug. En dit heeft invloed op hoe wij risico's inschatten. Het is ons kader waartegen we dingen afzetten, waar we even vergelijken. En wat mee kan werken of kan tegenwerken. Hoe maak je een virus zichtbaar? Reminders in het dagelijks leven zijn van groot belang om ons steeds te helpen herinneren aan dat het virus er is. Als je in Nederland rondloopt, is het eigenlijk net alsof er geen corona is. Je komt nauwelijks reminders tegen. Je ziet kleine icoontjes van mondkapje is hier verplicht, misschien op een winkelpui, maar het valt niet eens meer op. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Sierra Leone of andere landen, ik heb hier een foto van Senegal, ook tussen staan van de coronapandemie, worden er heel veel zichtbare markers aangebracht in het openbare leven. Je valt erover, je kan er niet omheen. Er wordt veel omgeroepen, er speelt veel muziek over het virus, hoe je ermee om moet gaan. Het is constant aanwezig. Het heeft invloed op hoe je je gedraagt. Niet alleen op het moment dat je buiten bent, maar daardoor internaliseer je de gedragsregels beter en je neemt ze mee. Als je altijd moet schakelen en zelfbewust moet zijn uit jezelf zonder al die markeringen, wordt het heel erg moeilijk om je gedrag constant aan te passen. Wie beïnvloedt ons gedrag? Nou, hier ga ik heel snel overheen, want daar heeft Luc net al een heel mooi praatje over gehouden. Het zijn verschillende groepen in je omgeving, maar met name de overheid, die staat boven alles. De overheid geeft ons informatie en stuurt dat ook. En die kan beheersen welke informatie wij tot ons krijgen. Ze faciliteert en daarbij kan ze handhaven. Dat is iets wat wij niet uit andere delen van onze omgeving binnenkrijgen. Aan die informatie is het belangrijk om steeds te peilen. Wat weten mensen over het virus, over de overdraagbaarheid, over hun eigen rol? Wat begrijpen ze eigenlijk? Zijn er dingen die tegenstrijdig zijn? En hoe gaan we om met onzekerheid? Zijn we eerlijk dat we dingen niet weten? Of doen we voorbarige uitspraken? Zeggen we dingen die later moeilijk terug te draaien zijn? Dat heeft veel invloed op ons gedrag. Voorlichting is altijd een doorlopend proces. Niet alleen de overheid moet zich die rol claimen en niets meer aan anderen doorgeven. Burgerparticipatie is heel erg belangrijk. We hebben in Sierra Leone gezien, dit is een foto van een dorp waar ik zelf voorlichting heb gegeven. Dit is een dorp wat wij helemaal ebola vrij hebben weten te houden. Het is een cruciaal punt tussen de landen waar de uitbraken waren, Liberia en Guinea. Het was ook echt een doortochtpunt, het was kwetsbaar. En de hele omgeving had last van ebola. En hier hebben wij constant kunnen monitoren wat er nou precies nodig was om deze mensen bewust te houden van de dreiging. Want zij hadden ook een beetje onoverwinnelijk gevoel. Moet je kijken, de hele omgeving heeft ebola en wij niet. Ze hadden ook wel het idee, misschien zijn wij wel immuun. En dat is natuurlijk niet het geval. Dus het was ook een hele mooie leerschool en gewoon echt een hele mooie studiebron om te kijken wat is er nou nodig om te zorgen dat zij zich toch de hele tijd aan dat gedrag houden waardoor zij geen besmettingsrisico mee naar binnen nemen. Nou, daarvoor zijn in instantie de lokale leiders heel erg belangrijk. De religieus leiders, dat speelt in Nederland ook. Zo was het bijvoorbeeld een samenwerking tussen de lokale leiders, de religieus leiders, maar andere belangrijke leden van de gemeenschap, om te laten zien, bepaalde gebruiken zijn schadelijk op het moment dat er een virus is, zoals bijvoorbeeld de safe burials en de veilige begrafenissen. Dat moet anders. Maar het is een traditie en niet voor niks. Er hangt een religieus geloof aan. Nou,
In samenwerking met religieus leiders kun je bijvoorbeeld rituelen aanpassen, zodat het acceptabel wordt voor de hele samenleving om daarin mee te gaan en dat als een waardig afscheid te zien. Nou, het vieren zelf, als je er zelf niet mee te maken hebt, dan is het er niet. Het is onwerkelijk. Dit is een meneer in een sloppenwijk in Freetown. Hij was zelf net zijn vrouw verloren de avond ervoor toen ik daar kwam. En die ochtend zijn baby van 10 maanden oud. Hij was zelf ziek. Niet zo heel ernstig nog, maar de koorts was al begonnen en hij voelde zich niet goed. Hij zat in quarantaine met zijn hele compound. En je zult het misschien niet geloven. Daar waren al veel mensen gestorven aan ebola en meneer geloofde niet dat hij ebola kon hebben. Het was eigenlijk een heel moeilijk verhaal, want hij wilde andere mensen dus ook niet beschermen en hij beïnvloedde daar zijn omgeving mee. Andere mensen hielden geen afstand of zaten te dicht op hem, dat kun je ook wel zien op de foto. Mensen gingen gewoon onverstandig met hem om. Hoezeer je ook met het virus te maken kunt hebben, voor sommige mensen blijft de dreiging van een virus gewoon onwerkelijk. En waar komt dat door? Het antwoord wat ik het meest verzameld heb. Het zit ergens tussen de hoop en de vrees. Misschien is het geen ebola, of in dit geval, misschien is het geen corona. Maar de angst voor verandering aan het dagelijks leven is ook vaak groter dan de angst voor het virus zelf. Mensen stoppen pas met risico's nemen, is vaak gebleken, als ze daartoe gedwongen worden. Als je niet gelooft dat een bepaalde infectieziekte echt is, dan ga je door. Totdat iemand zegt, tot hier en niet verder. Met voorlichting was deze houding, het maar doorlopen, echt voor een heel groot deel bij te stellen. Maar niet helemaal. Want niet alleen... Oh, ik ga te ver. Ik weet niet hoe ik terugkom. Niet alleen hoe wij ons willen gedragen speelt een belangrijke rol. En dat is eigenlijk mijn belangrijkste punt. Gedrag is niet altijd even vrijwillig. In welke mate mensen zich aan de maatregelen kunnen houden, speelt de allerbelangrijkste rol. En dit speelt op elkaar door. En een voorbeeld. Wij gingen meten hoeveel mensen wisten van ebola. Omdat niemand deed zich te houden aan de maatregelen. Iedereen deed maar wat. En die ebola-dreiging was zo groot. Waarom werkten mensen nou niet mee? Het was een ingewikkelde puzzel. Dus wij wilden weten, begrijpen mensen het wel? Weten ze het wel? Ja, iedereen wist alle ins en outs over ebola. En ze konden het gewoon oplepelen. En dat was het probleem niet, waarom mensen niet meewerkten. Het grootste probleem was dat ze geen eten hadden. Soms ook geen drinken. En als ze in quarantaine moesten, dat ze probeerden te ontsnappen. Of de zieken niet rapporteerden, zodat ze niet in quarantaine hoefden. Omdat ze dan opgesloten werden zonder eten en drinken. En dat zijn hele rationele dingen waar mensen keuzes maken. Ze soms niet anders kunnen. Deze vrouw ontmoet ik in een sloppenwijk van Funchia midden in de drukke stad Freetown. En ebola greep daar op dat moment als een wild vuur om zich heen. Haar compound zat in quarantaine, net als de rest van de wijk. Ze woonde samen met haar man in een enorm grote compound met meer dan 60 mensen, onder wie veel kinderen. Ze zaten er opgesloten zonder water en met een heel klein beetje voedsel. Ze was duidelijk herstellend van ziekte. Op mijn vraag waar ze aan leed, kwam ze met een vaag verhaal over oogontstekingen en andere onduidelijke aandoeningen. Waarvoor ze net op was genomen in een kliniek, zo zei ze. Om te bewijzen dat het echt geen ebola was, toonde ze mij een certificaat. Het bleek een ontslagcertificaat van een ebola-kliniek te zijn. Niemand in haar compound kon lezen en schrijven, behalve de kinderen, maar die mogen niet een volwassen papieren neuzen. Dus zij kon iedereen wijsmaken dat ze een bewijs had dat ze juist geen ebola had. Haar man lag toen doodziek in bed. Omdat hij te weinig at, zei ze tegen die mensen, want ze hadden geen eten. Ze zaten in quarantaine. En er waren meer mensen ziek. In zo'n setting is het bijna ondoenlijk om buiten gehoorafstand van iemand met anderen te praten, maar gelukkig is me dat wel gelukt met haar. En toen ik haar vroeg waarom ze zich zo gedroeg,
Want er lagen mensen dood te gaan en zonder medische hulp wist je zeker dat ze dood zouden gaan. Maar Jenny, er was geen echt... Jenny, ik wil je niet onderbreken, maar kan je tot een afronding komen? Want, ja, ik kom tot een afronding. Het is het laatste stukje. Okay, het is het laatste stukje. Ja. Ze zaten in quarantaine en dat was haar schuld. En als mensen wisten dat zij ebola had en mee naar binnen had genomen, was zij eigenlijk verantwoordelijk voor iedereen. Nou, dit soort situaties zijn niet uitzonderlijk voor een land als Sierra Leone om aan te tonen dat vaak gedrag niet anders kan. En dat je dat zeker kunt beïnvloeden, want je kunt het faciliteren. Als je iemand helpt met de quarantaine, dan weet je ook dat mensen zich eraan zullen houden. Dankjewel. Excuus dat ik je onderbrak terwijl je bijna klaar was. Maar we zitten een beetje met de tijd. Veel dank. We gaan meteen door naar de tweede reactie, namelijk van Wil Tiemeijer. Wil Tiemeijer is medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, en bijzonder hoogleraar gedragswetenschap en beleid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daar hield hij in oktober van het afgelopen jaar zijn oratie getiteld Begrensde Burgers over de bijdrage van de gedragswetenschappen aan beleid. Zijn onderzoek beweegt zich op vele terreinen, waaronder de psychologie, de filosofie en de politiek. En Tiemeijer is ook lid van het RIVM-expertteam gedragsreflecties in de corona-gedragsunit, heb ik doorgekregen. Corrigeer me als het niet helemaal klopt, maar dat is interessant, want dan adviseer je dus heel direct op het terrein waar we het vandaag over hebben. Wil, graag jouw reactie ook in 10 minuten. Ja, dankjewel. Ik heb ook een PowerPoint-presentatie voorbereid. Is die zo goed in beeld? Ik hoor niemand nee roepen. Ja, is het antwoord. Ja. Oké. En nou ben ik hem weer kwijt. Dat is niet goed. Kijken. Ja, dit is wel de eerste sheet. Er wordt behoorlijk wat afgeschreven over psychologie en pandemie. Dit is een boek dat heet The Psychology of Pandemics. Ik zal zo zeggen wanneer het is gepubliceerd. Maar het is een aardig boek. Het is een verzameling van allerlei mogelijke relevante kennis over psychologie in tijden van de pandemieën. En als je de inhoudsopgave bekijkt, dan zie je onder andere hoofdstukken en paragrafen over How do beliefs and fears spread through social networks? The desperate pursuit of quick cures and folk remedies, zoals hydrogen peroxide. En conspiracy theories natuurlijk, civil unrest en mass panic. Dat soort dingen worden behandeld in de eerste helft van het boek. Maar het boek biedt natuurlijk ook oplossingen. Er zit een hoofdstuk in over risk communication, wat bijvoorbeeld de vraag behandelt, moet je nou vooral met feiten en logica komen of moet je het meer op de emotie spelen? Werken fear appeals, dus mensen een beetje bang maken, is dat effectief of juist niet? Hoe ga je om met geruchten? Een hoofdstuk over improving vaccination adherence, waarbij bijvoorbeeld de vraag wordt gesteld, hoe sterk is het argument dat je het doet voor de kudde? Het fenomeen van prikkenangst, ik kende het niet, maar dat is een reëel probleem waar we ook in Nederland mee te maken hebben. Moet je vaccins misschien verplicht gaan stellen voor bijvoorbeeld zorgmedewerkers of niet? En ook een nuttig hoofdstuk over treating pandemic-related emotional distress. Dit boek is uitgekomen in oktober 2019 en gepubliceerd bij een zeer obscure uitgever. De auteur van het geheel, Stephen Taylor, een Canadese psycholoog, die had het boek in de zomer af, in de zomer van 2019. Toen zocht hij een uitgever en er was geen uitgever geïnteresseerd in het manuscript. Het was wel een goed boek, maar wie leest dat nou? Dat een boek over de psychologie van pandemie raak je aan de straatstenen niet kwijt. Dus uiteindelijk heeft hij het bij een hele obscure uitgever gepubliceerd. En de enige reden dat ik het heb is dat mijn bibliothecaresse of de bibliothecaresse van de WER creatief ergens nog een pdf heeft gevonden bij een buitenlandse digitale bibliotheek. Ik haal dit boek aan omdat toen ik het las,
Ja, er staat eigenlijk alles in wat je zou willen weten of waar je op voorbereid zou willen zijn als het gaat over pandemieën en de psychologische aspecten daarvan. Als je het nu leest, dan denk je van, nou ja, met 2 jaar cursus, spoedcursus corona in Nederland, dan weet je het wel zo ongeveer. Maar dit was dus allemaal al opgeschreven voordat iemand ooit van die pandemie had gehoord. Dus dat geeft wel aan dat het niet zo is dat we dit allemaal nooit hadden kunnen voorzien, dat het volstrekt onvoorspelbaar is. Als je de literatuur bestudeert, als je kijkt wat in eerdere pandemieën zijn gebeurd, variërend van de Spaanse griep van begin 19 of 20e eeuw, tot bijvoorbeeld ebola in een land als Sierra Leone, had je veel kunnen zien aankomen. Dus dat is hoopgevend voor mensen als Luc, die denken, ik wil kijken of die psychologie op een of andere manier een plaats kan geven in wiskundige modellen, want het betekent dat er wat Ginny zou zeggen, noemde, een bepaalde patronen of voorspelbaarheid in zitten. Dus dat wat betreft dit boek. Mensen die zeggen van, oh, dat is interessant, ik wil ook een pdf hebben van dat boek, die moeten eventjes mijn Rotterdam-mail opzoeken en dan kan ik het per omgave toesturen. Ondertussen in het katshuis. Daar worden elke week zo langzamerhand, in ieder geval elke 2 weken komen de heren en dames bij elkaar om te besluiten wat er nu weer moet gebeuren. Ik ben net begonnen rond de kerstdagen met een onderzoek voor mijn leerstoel. Die gaat over gedragswetenschappen en beleid. Ik ga proberen uit te zoeken hoe nou precies die gedragskennis, zoals die onder andere bij de gedragsunit van het RIVM berust en bij dat expertteam waar ik ook lid van ben, hoe die kennis al dan niet de crisissturing in Den Haag bereikt, wat daarmee gebeurt, of die kennis inderdaad goed wordt benut of niet. Ik ben maar eens begonnen met alle adviezen van het RIVM op het gebied van die gedragseenheid op een rijtje te zetten. En ik heb ook alle stukken van het Katshuisberaad heb ik gedownload voor het jaar 2021. Kun je allemaal gewoon op internet vinden, dat is heel mooi. En mijn eerste indruk is dat die kennis over het algemeen wel, althans de stukken van het Katshuis bereikt. Dat is erg veel materiaal van wat er naartoe gaat. En ook psychologische overwegingen, communicatieve overwegingen vinden daarin plaats. Het probleem zit hem, voor zover als ik het nu kan zien, niet zozeer in het feit dat de kennis niet wordt doorgespeeld naar boven. Alleen, zij figureert te midden van heel erg veel andere informatie en overwegingen. Dat is een hele reeks van adviezen en overwegingen die iedere paar weken weer naar die katshuismensen wordt toegestuurd en waar ze dan zo goed en zo kwaad als het gaat een verstandig besluit over moeten nemen. En je kunt mensen ook desinformeren of op het verkeerde spoor brengen door ze te veel informatie te geven in plaats van te weinig. Dus ik denk dat de hamvraag een beetje is, maar dat hoop ik de komende maanden scherper op beeld te krijgen, is wat is nou precies wat er gebeurt in de dynamiek van dit soort besluitvormende vergaderingen. Ik heb toch de indruk dat het vooral de epidemiologen en virologen zijn die aan tafel zitten, plus de belanghebbende departementen, bijvoorbeeld die van sociale zaken of van economische zaken. Terwijl gedragsadviseurs, mensen die zich probleemeigenaar voelen van het psychologische of gedragsmatige perspectief, die ontbreken over het algemeen toch. Althans, dat is mijn indruk. Ik moet dat nog checken. En vaak is het toch bij vergaderingen zo, je hebt aan de ene kant heb je het papier, aan de andere kant heb je de mensen die daar daadwerkelijk zitten en al dan niet een standpunt kunnen overbrengen. En in het papier zit wel het evenwicht waarin alle standpunten aan bod komen in de personen. Heb ik de indruk dat dat minder is. En dat het toch vooral de virologen en de medici zijn die aan het langste eind trekken in het debat. Als je al die stukken en alle problemen naast elkaar legt, dan ben ik overigens, ik behoor niet tot de mensen die te pas en te onpas roept dat het kabinet er allemaal niks van maakte, dat het allemaal waardeloos en dat als ze nou maar naar mij hadden geluisterd, was het allemaal nooit gebeurd. Of was het allemaal veel beter gebeurd. Ik ben toch wel geneigd tot een zekere mildheid in mijn oordeel. Het is gewoon ontzettend complexe materie die bijna alle facetten van de samenleving raakt. Vandaar ook dat er zoveel informatie wordt ingebracht, er zoveel adviseurs zijn. En fouten maken is in zo'n onzekere situatie eigenlijk onvermijdelijk. Dus ik denk eigenlijk, volgens mij is een interessantere vraag om te stellen, worden wel de juiste fouten gemaakt? De fouten die er worden gemaakt, die onvermijdelijk zijn, zijn dat goede fouten of zijn dat verkeerde fouten? Ik heb daar nu nog niet het antwoord op, maar laten we maar de vraag stellen in termen van, worden de juiste fouten gemaakt?
Dan naar de inhoud zelf. En daar kom ik geleidelijk aan ook bij de opgave waar Luc voor staat. Die probeert een model te maken waarin gedragswetenschappelijke kennis zo goed mogelijk is verdisconteerd. 3 observaties op dat gebied. Het eerste wat het heel erg lastig maakt, of wat je denk ik op een of andere manier moet incorporeren, is wat wel de preventieparadox is genoemd. Op het moment dat je de preventie op orde hebt, ontstaan er geen problemen. Dat is erg lastig, want dan gaan mensen vanzelf de vraag stellen, ja, maar waarom hebben we het in godsnaam gedaan? Ja, zul je zeggen, ja, maar dat komt juist omdat we er zo snel bij waren. Maar mensen gaan dan al vrij snel de vraag stellen, ja, het was helemaal niet nodig geweest, want er zijn geen problemen ontstaan. Nee, precies. Ik heb daar ook bij gezet, mentaal tijdreizen. Die preventieparadox zou niet hoeven optreden als mensen maar heel goed waren in zich voorstellen wat er over 2 weken of over 2 maanden of over 6 maanden gebeurt als we nu niet ingrijpen. Maar dat vergt dus het vermogen van mensen om zich te verplaatsen in de toekomst. En lang niet iedereen is daar even goed in. De meeste mensen zijn toch geneigd om in het hier en nu te leven. Je kunt ze wel verleiden om verder in de tijd te krijgen, maar dan moet je soms nogal wat communicatief geweld tegenaan zetten om ze ver te krijgen. Vaak is het dan ook zo, en dat sluit aan bij wat Ginny zei, dus het gevoel van urgentie ontstaat pas op het moment dat het echt zichtbaar wordt dat de dreiging hier en nu is. Dat heeft ertoe geleid dat ik mijn inbreng bij die RIVM gedragsunit was vaak om een zekere traagheid in te bouwen. Kom niet te snel met allerlei aanscherpingen, omdat je de meeste mensen toch pas meekrijgt op het moment dat ze zien dat het echt dichtbij komt. Bijvoorbeeld met beelden uit Italië, met volgende ziekenhuizen of Brabant, of weer sterk oplopende besmettingscijfers. Maar zolang het goed gaat, is het voor mensen moeilijk om die mentale tijdreis te maken naar wat er aan zit te komen. En is het dus ook, moet je dus ook niet te vroeg zijn met je maatregelen. Als je het heel strikt doorredeneert, is eigenlijk de equilibrium situatie, de situatie waarin het makkelijkste is om mensen te beïnvloeden, is wanneer je een beetje op het randgebied zit, van het gaat nog net wel goed, de ziekenhuizen kunnen het nog net wel aan, of ze kunnen het eigenlijk niet meer aan. Dus ik zou wel de stelling durven verdedigen dat er een soort van inherente push is naar die equilibrium situatie op het randje van we kunnen het nog wel, net wel aan en net niet. Tweede punt. Willen is ongeveer weten, maar is niet kunnen. De meeste mensen deugen best, maar zelfregulatie is begrensd. Wat ik bedoel te zeggen is dat als je mensen goed informeert, de meeste mensen, zeker niet iedereen, maar de meeste best bereid zijn om het goede te doen. In ieder geval de intentie vormen om zich te houden aan alle maatregelen. Dus de goede wil is er vaak wel. Niet bij iedereen, maar bij de meeste mensen wel. Het probleem, de bottleneck, zit hem veel meer in het kunnen. Kun je die goede intenties ook daadwerkelijk omzetten in het bijbehorende gedrag? En daar is het wel lastiger om dan nogal wat mensen... we hebben allemaal begrensde vermogens tot zelfregulatie. Dus je eigen gedrag in overeenstemming brengen met je voornemens. En de ene staat er wat beter in dan de ander, maar allemaal komen we vrij snel op onze grens. Ik merk het zelf ook als ik hier voor mijn deur door een parkje loop, hou ik netjes afstand. Maar ik kom vrienden tegen, ik raak in gesprek. En voordat ik het weet, sta ik midden op het pad iedereen de weg te versperren met een gezellig te babbelen. Dan vergeet ik helemaal afstand te houden tot anderen. Moraal van het verhaal als het gaat om die beperkte zelfregulatie is dat je in ieder geval moet zorgen dat het goede gedrag zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Liefst ook automatisch is. Dus creëer gewoontes met pijltjes, met aanwijzingen in de omgeving. Desnoods met een hele muur met allemaal reminders erop, zoals in Sierra Leone. Zorg dat je half via het onbewuste mensen al de goede kant op krijgt. Dan het derde punt. Sociale normen en effecten zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Over het algemeen is het zo dat wanneer de meeste mensen het zien, dat de anderen, ik moet het verkeerd zeggen, ik zeg het niet goed. Als mensen zien dat de meeste anderen het goede doen, zijn zij geneigd het gedrag over te nemen. Op een dergelijke manier kun je dus een opwaartse spiraal creëren. Als ze zien dat de meeste mensen zich niet aan de regels houden, dan denk je al vrij snel van waarom zou ik dan gekke Henkie zijn en als enige het wel. Dus dan heb je een neerwaartse spiraal. Die sociale effecten zijn zeer belangrijk. Dan mijn laatste dia. Een model wat
dus zich rekenschap geeft van die patronen of wetmatigheden die vanuit de psychologie bekend zijn en die bijvoorbeeld in het boek Psychology of Pandemics al enigszins werden aangestipt. Een dergelijk model lijkt mij buitengewoon nuttig. Dus ik kan alleen maar toejuichen dat Luc zich daarop heeft gestort en ik hoop dat hij er iets moois uit weet te halen. Ik heb wel onderstreept een conceptueel model, omdat ik denk dat het wel goed mogelijk is om de factoren te identificeren die daarin van belang zijn. En bijvoorbeeld do's en don'ts aan te geven op het gebied van communicatie, op het gebied van het makkelijk maken van het goede gedrag. Het tegengaan van zogenaamde reactance processen, dus mensen die uit weerspannigheid hun voeten in het hand zetten. Dus dat lijkt me goed te doen. Ik zou me kunnen voorstellen dat je in een dergelijk meer compleet model ook nog wel iets wilt zeggen over het algemene karakter van de koers van de overheid. Het maakt nog wel uit als je bijvoorbeeld leeft in een land waar mensen als Trump of Bolsonaro het voor het zeggen hebben en zelf nadrukkelijk het voorbeeld uitstralen van jongens, er is helemaal geen probleem en trek je vooral niks aan van de overheid. Versus serieuze landen zoals de meeste westerse landen. Wij zelf natuurlijk, Denemarken, Duitsland, noem maar op. Dus dat zou je misschien ook nog in je model willen meenemen. Het mathematisch model maken waarin je echt cijfermatige voorspellingen kan doen, dat is mijn vak niet. Als leek lijkt het mij, op voorhand lijkt het me niet makkelijk, omdat je veel variabelen in het model wil hebben. En je hebt, zodra je het over sociale processen hebt, heb je het ook over reflexieve processen. Mensen reageren op het gedrag wat ze waarnemen. En er zijn dus in die zin geen constanten, zoals je die wel in natuurkundige processen hebt. Dat lijkt me nog niet zo eenvoudig, maar ik laat me graag door het tegendeel verrassen. En ik ben heel erg benieuwd hoe ver Luc gaat komen in zijn pogingen om de bestaande modellen te verrijken. Tot zover. Veel dank, Wil, voor deze reactie. Het lijkt me goed dat Luc nu nog weer even op jullie reageert. En dat we tegelijkertijd ook vragen aan de kijkers, als zij vragen hebben, om die via de Q&A met ons te delen. Ik zag al een eerste vraag binnenkomen. Ik wilde Luc eigenlijk de volgende vraag voorleggen, want jullie hebben heel veel aspecten benoemd, maar ik wilde het wat toespitsen ook op de titel van vanmiddag. Of het gaat over rationaliteit heerst of irrationaliteit. En in de bijdrage van Luc zei hij een paar keer letterlijk dat de beleidsmakers te veel uitgaan van een soort rationeel mensbeeld. Als ik naar Ginny en naar Wil luister, zeggen zij eigenlijk dat misschien niet per se het probleem is, dat de overheid denkt dat mensen te rationeel zijn. Ginny laat bijvoorbeeld zien dat mensen best rationeel zijn, alleen dat die rationaliteit heel situationeel is. Dat het afhangt van je bepaalde situatie of je daarbinnen iets als rationeel ziet. Maar dat het je misschien niet zo helpt om te zeggen dat mensen niet rationeel opereren. Wil gaat nog een stap verder, die zegt zelfs, er is juist een soort dubbele rationaliteit, er is zelfs reflexiviteit. En die reflexiviteit maakt menselijk gedrag moeilijker misschien voorspelbaar of te modelleren. Maar het is niet een gebrek aan rationaliteit. Zelfs wat wij misschien makkelijk wappies noemen, voor hun is hun gedrag heel rationeel gegeven de veronderstellingen die ze hebben met betrekking tot de pandemie. Dus kom je veel verder door het gedrag van mensen als irrationeel te bestempelen en dus rationaliteit te willen bevorderen. Misschien Luc, dat je vooral daar even op kan reageren. Ja, dankjewel Jan-Willem. En dank je ook Wil en Ginny voor jullie prachtige praatjes. Ik denk dat we een hoop lijntjes hebben waar we over kunnen discussiëren. De vraag over irrationaliteit en rationaliteit. Ja, ik ben het helemaal mee eens dat in die gekleurde lenzen, zoals ik dat noem, in het licht van die gekleurde lenzen kan alles rationeel lijken voor de persoon die het besluit neemt. En dat bedoelde ik ook toen ik beschreef dat mensen hun ervaringen en omgeving interpreteren in een zelfbevestigende manier. Een manier waarop hun eigen voorkeuren en gewoontes en bevestigd worden. In feite wat Ginny ook zei, op een manier die verandering eigenlijk tegengaat. Mensen houden niet van verandering. Dus ik ben het helemaal eens met wat je zegt, Jan-Willem.
over irrationaliteit, als we het dan hebben over situationele rationaliteit, ik denk dat dat nog steeds tot herkenbare patronen kan leiden in gedragingen in populaties. En hele simpele wiskundige modellen uit het verleden hebben dat ook al wel getracht te vangen door bijvoorbeeld gedrag een functie te laten zijn van angst. Maar daar ook echt alleen maar angst. Dus dat is dan weer een heel eendimensionaal model. Maar daarbij konden wel bepaalde verschijnselen in epidemieën worden gereproduceerd. Nou, waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat iets realistischer maken. En met name in de zin dat mensen voorkeuren hebben en dat die voorkeuren ook nog eens geclusterd zijn in de populatie door de manier waarop sociale netwerken ontstaan en de maatschappij in elkaar zit. En dat is voor de dynamiek van infectieziektes namelijk heel belangrijk. Dat mensen met gelijksoortige gedragingen of gelijksoortige interpretaties van hun ervaringen en de ervaringen van anderen, dat die ook nog eens bij elkaar gaan zitten. Waardoor ze, nou ja, wat ik ook in dat stukje proza beschreef als delta's vormen, waarin reservoirs vormen waarin een epidemie kan standhouden of verder ontwikkelen. Even kijken. Misschien is het goed als we hierop doorgaan en dan moeten Will en Ginny vooral ook kijken waar zij inspringen. Is dat, als ik naar jullie alle drie luister, dat, en zeker bij Ginny en Will, er een aantal voorstellen worden gedaan. Hoe mensen beter zouden kunnen omgaan met de epidemie, waardoor we de pandemie beter zouden kunnen bestrijden. Dat is niet zozeer jouw inzet. Jouw inzet is om meer te kijken naar, je hebt een diversiteit aan gedrag van mensen. En sommigen die reageren heel erg zoals de overheid dat ze willen, en anderen doen dat wat minder. En je wil die diversiteit wil je begrijpen en wil je modelleren. En je bent eigenlijk niet bezig met nadenken over hoe je mensen kan beïnvloeden om zich beter te gedragen. Klopt dat? Om even scherp te krijgen wat jouw inzet is. Ja, dank je voor die vraag. Ik werk, omdat ik in het werk van public health werk, is mijn uiteindelijke doel wel om een bijdrage te maken aan beter beleid. Maar omdat dit zo'n complex, reflexieve situatie is, zoals Wil dat zo mooi zegt, is het eerst nodig om te begrijpen inderdaad wat die diversiteit is. En nog belangrijker, hoe die gestructureerd is in de populatie, hoe die verdeeld is. Want dat is alles bepalend voor de dynamiek van de infectieziekte en de reactie van de populatie erop. Vanuit een modelleringsperspectief althans. En als je daar enigszins vat op hebt, en dat hoeft niet een perfect gekwantificeerd mathematisch model te zijn, als je daar enigszins grip op hebt, in enige kwantitatieve zin, kun je daar misschien vragen aan stellen van welke kant gaat dit systeem op? Zitten we nu op zo'n equilibrium situatie waarin we mogelijk maximaal impact van een maatregel kunnen verwachten, of zitten we nog veel te vroeg, of zijn we te laat? Dus kijk, voor mij is de technische uitdaging heel erg de diversiteit kwantificeren en structureren. En dat is het modelleursvak. Maar uiteindelijk wil ik daarmee wel een bijdrage doen aan de beleidsaspect die Ginny en Will ook belichten. Ja, als ik op mag aanraken, dus eventjes twee punten. Het eerste, het begrip rationaliteit of irrationaliteit. Ik heb dat zelf niet echt in de mond genomen, omdat ik een beetje uitgekeken ben op die termen eigenlijk. Er bestaan ontzettend veel verschillende rationaliteiten. Maar goed, daar zijn wij het, als we met z'n vieren of met het publiek erover doorpraten, zijn we het daar onmiddellijk over eens dat je heel veel verschillende soorten rationaliteit hebt. Maar het is wel een beetje een beladen term. Zodra je het over irrationaliteit hebt, ja, dat klinkt toch al snel als van ja, die mensen die hebben toch niet goed nagedacht. Terwijl het gewoon een andere rationaliteit is. Ja, irrationeel is als je een doel hebt en je neemt vervolgens de acties die absoluut alleen maar verder wegleiden van het doel. Maar de meeste mensen misschien is het een verstandig om in je presentatie om dat woord een beetje te vermijden, want je schiet er niet zoveel mee op. Het tweede, over verschillende type mensen. Terwijl je het zegt, moet ik denken aan een onderzoek wat de TU Delft heeft gedaan, recent naar verschillende segmenten van groepen binnen Nederland als het gaat om houdingen ten aanzien van COVID. En daar zie je een patroon wat je toch eigenlijk wel vaker terugziet. Laten we het zeggen, dus een beetje 20-60-20 verdeling. Of als je anders wil, een 80-20 verdeling.
Binnen de Nederlandse bevolking is er ongeveer 20% van de mensen die zal alles doen wat de overheid van hem vraagt. Dat zijn modelburgers die zijn het gewoon zonder meer eens en die kan het niet streng genoeg zijn. Die doen wat de overheid vraagt. Je hebt ongeveer 20% ook, die zitten aan het andere uiterste. Die trekken zich niks aan van het beleid. Die zijn tegen of zelfs actief tegen of totaal ongeïnformeerd. En daartussen heb je 60 mensen, nou ja, die gaan wel mee. Zolang ze een beetje vertrouwen hebben, grosso modo sociaal vertrouwen, politiek vertrouwen beoordelen, gaan ze wel mee. Een dergelijke verdeling in 2 of 3 groepen zie je eigenlijk bij ontzettend veel problemen natuurlijk, zie je er weer terug. Dus misschien is het een idee om in een model ook een dergelijke onderscheid tussen 2 of 3 basisgroepen te incorporeren, waarbij je ervan uit kan gaan dat er altijd 1 groep is van 10 à 20% die tegenhangt en die dus het gewenste gedrag zal verstoren. Ja goed, jij bent een wiskundige modelleer, ik niet, dus ik weet niet hoe ik dat moet doen, maar het is wel een verdeling die je vaak terugziet. Misschien als we daar even op doorgaan, Wil, en ik kom zo ook bij vragen die ons via de chat bereiken. Als je daarop doorgaat, want dan ga je uit van relatief stabiele groepen. Ja. En dat maakt het modelleren makkelijker. Terwijl, ik meen dat het Luc was, zelf een voorbeeld gaf, of was het die blokken, die groepen, bewoners waren nog, inwoners van Nederland, waren nog steeds hetzelfde. Ja. Maar toch was er een andere iets wat maakte dat mensen zich anders gingen gedragen. Dus We zitten met een soort stabiele, die zijn er, categorieën van bewoners van dit land. Maar tegelijkertijd is de turbulentie en hoe mensen reageren op de pandemie, lijkt veel fluctuerender te zijn. En dat is misschien Luc's probleem voor een deel ook. Kon die maar uitgaan van die stabiele burgers, Luc? Dat doen we dus in feite nu en daar gaat het ook mee mis. Het is bemoedigend om te horen dat er wel een soort van stabiele groepen zijn te herkennen die misschien bepaalde, inclinatie hebben tot participatie. Maar dat de gemiddelde participatie kan natuurlijk wel variëren over de tijd in dezelfde situatie, in soortgelijke situaties. En dus het is een deel van het model kunnen zijn, maar niet het enige deel. Daar moet natuurlijk wel bij dat situationele aspect bij komen, het reflexieve aspect. Misschien kan Ginny voor een deel ook een antwoord op die vraag geven. Dat zit ook bij een aantal vragen van de chat. Heeft het ook te maken met hoe Nederlanders naar hun overheid kijken? Een van de vragen aan jou is dat in Sierra Leone de veronderstelling bij de vraagsteller zou zijn dat mensen zeer overheidsgehoorzaam zijn en dat Nederlanders over het algemeen minder naar de overheid luisteren. Bijvoorbeeld vergelijkenderwijs, en jij kan die vergelijking maken, want je kent beide landen heel erg goed. En een andere vraag aan jou was, gelet op hoe Nederlanders naar hun overheid kijken, wat zou je nu zowel de Nederlandse inwoners als de Nederlandse overheid adviseren? Heeft de overheid gaten laten vallen? Had de overheid strenger moeten optreden, voorbeeldiger moeten optreden? Misschien kan je daar even op ingaan. Ja, de eerste vraag, dat hoor ik vaker, dat in Sierra Leone de burgers meer gehoorzaam zouden zijn of misschien wat angstiger, omdat het wat autocratischer is allemaal. Ik moet heel eerlijk zeggen dat voor mij Sierra Leone en Nederland heel erg vergelijkbaar zijn qua houding naar de politiek toe, qua kritiek. Qua zeuren, qua klagen, qua nergens mee eens zijn, maar uiteindelijk toch gewoon doen wat er van je verwacht wordt. Dus die ervaring heb ik zelf niet. En daarom vond ik het zelf ook eigenlijk een hele mooie vergelijkende studie tussen de twee landen, omdat er zoveel overlap zit in de houding tussen politiek en burgers. Dat je er gewoon mooie vergelijkingen kunt maken. De tweede vraag, heeft de overheid fouten gaten laten vallen? Ja, uiteraard. Ik wil daarbij zeggen, dat doet iedere overheid. En het is natuurlijk ook onze taak om daarop te schieten. En dat wil ik wel heel duidelijk gemaakt hebben. Er bestaat geen
perfecte aanpak. Zelfs in de meest perfecte aanpak zitten gaten. En zul je dat vroeger of later op de route tegenkomen. Als we kijken naar Australië, waar het heel erg goed ging met de bestrijding, is er ook een bepaalde heel eenzijdige manier van informeren geweest. Waar ze nu de totaal andere kant op gaan. Je ziet dat men is gegaan van extreem risico mijden naar extreme risicoacceptatie. Die communicatie die sluit absoluut niet op elkaar aan. En mensen zijn, en dat zie je, ik volg de sociale media over Australië op dit moment heel erg, omdat ik erin geïnteresseerd ben. Mensen zijn in totale verwarring. Wat is goed, wat is slecht, waar zitten de gaten? Dat kun je meestal pas achteraf beoordelen. Waar Nederland, denk ik, de grootste fouten heeft gemaakt, is al te veel stelligheid. Waar men constant had moeten benadrukken, dit is onzekerheid. Dit is hoe we er nu mee omgaan. Het kan zijn dat wij fouten maken en dat we dit moeten bijstellen. En ik denk dat dat de grootste fout is geweest van de Nederlandse overheid. Ik denk dat we daarmee luxe leven niet makkelijker maken, maar goed, daarvoor zitten we hier ook niet per se. Maar wat je aangeeft is de enorme dynamiek en de veranderingen die snel kunnen optreden in hoe mensen zich verhouden ten opzichte van het beleid. We weten ook in Nederland, heel veel mensen volgen het uiteindelijk nog wel, maar zijn veel kritischer geworden. En we weten uit de data dat het vertrouwen in de overheid enorm gekelderd is. Dan kan het ook door een lange kabinetsformatie komen, maar het lijkt ook wel mede veroorzaakt te worden door de manier waarop de overheid COVID handelt. En je noemde sociale media ook, Ginny. En ik denk dat dat ook heel erg anders is dan bij eerdere pandemieën. Dat veel meer mensen denken te weten hoe het in elkaar zit en daarvan ook aan elkaar kont van doen. Dus ze vertellen elkaar hoe anderen daarover na kunnen denken. En de overheid is helemaal niet meer de enige die vertelt hoe de wereld in elkaar zit. Dus ja, die drie variabelen, sociale media, vertrouwen in de overheid, maar ook vertrouwen in de wetenschap. Dat zijn denk ik drie hele grote aspecten die misschien nu wel anders liggen en ook heel, nou, niet allemaal even snel veranderen. Maar vertrouwen in de overheid heeft denk ik heel veel politicologen toch verbaasd hoe snel dat het afgelopen jaar veranderd is. Wil, wat denk je daarover? Nou ja, het interessante is, ik zal... Er is een studie vrij recent verschenen, ik meen in Science of zo, waar is gekeken van wat is nou de belangrijkste voorspeller van compliance van mensen op het gebied van COVID. Is dat vertrouwen in de wetenschap of vertrouwen in de overheid? En dan blijkt dat niet vertrouwen in de overheid te zijn, maar vertrouwen in de wetenschap. Dus als je een variabele in je model wil opnemen, dan moet je dus vooral naar die wetenschap kijken. En je ziet dat ook wel terug in de cijfers van het RIVM. Aanvankelijk, in het begin stonden zowel de cijfers, het vertrouwen in de overheid als vertrouwen in het beleid als de naleving stonden allemaal hoog. Uitzonderlijk hoog zelfs, dat was een beetje een rally round the flag effect. Maar het is uit elkaar gaan lopen. Het vertrouwen in de overheid en met name in de politiek is echt dramatisch ingezakt. Maar de naleving van de maatregelen en het draagvlak is nog steeds behoorlijk hoog. Dus kennelijk denken mensen dan toch van, nou ja, oké, die van Rutte en zijn vrienden hoeven het dus ook niet meer te verwachten. Maar wij denken voor onszelf, wij kijken naar wat de wetenschap wat dat verstandig is, wat onze huisartsen zegt dat verstandig is, en daar houden we ons aan. Dat brengt ons misschien wel... Zeker. Ja, Luc, ga je gang. Die weten het ook niet zeker. Dus ik ben heel benieuwd hoe Ginny en Will, hoe jullie kijken naar het aspect van onzekerheid communiceren. Ginny zei al even dat Nederland te stellig is geweest in het begin. En nou ja, als wetenschapper hebben, nou ik in ieder geval, en ik denk veel van ons hebben een handje ervan om juist heel erg in de onzekerheden altijd te spreken en nuances. En dat is nou... Ja, ik... Goed, ik ben het niet... Ik weet niet of ik het helemaal eens ben met Ginny in deze of niet. Ik heb zelf bij die persconferenties althans steeds wel weer Rutte en de jongen horen zeggen van jongens, we weten het niet zeker, we kunnen het allemaal nog niet voorspellen. Ik hou allemaal slagen om de arm. Maar mensen hebben geen buitengewoon groot talent om dit soort dingen ook te horen als het ze niet uitkomt. Ja. Kan dat anders? Want als je tegelijkertijd wil dat mensen toch wel enigszins naar je luisteren en de gedragsaanwijzingen opvolgen, wordt waarschijnlijk die neiging om het op te volgen niet groter als je zegt, ja, ik weet eigenlijk nog niet zeker of dit wel klopt. Dus moet je niet met een zekere stelligheid spreken om burgers toch te motiveren om bepaald gedrag te vertonen? Ginny?
Nou ja, er zit ook een verschil in tussen wat je zegt dat je doet en wat je daadwerkelijk doet. En ik heb het misschien niet zozeer over de boodschappen in persconferenties. En dat is wel het belangrijkste communicatietool, maar waarmee we ook communiceren en duidelijker communiceren zijn onze daden. En de daden van de overheid, de maatregelen die soms genomen worden en de manier waarop, die zijn wel echt heel stellig. Als we een voorbeeld nemen, dan hebben we het bijvoorbeeld over de mondkapjes. Hè, vandaag een mooie discussie. Nou, die stelligheid is enorm geweest. En we hebben Rutte wel eens een keer bij de vragenronde van de pers horen zeggen, ja, natuurlijk werken die mondkapjes. Ja, hij heeft het een keer gezegd, maar je moest lang genoeg blijven hangen om het te horen. Dat is niet duidelijk. Als je zegt, we maken zoiets groots, wat we zo stellig hebben gebracht, keren we om. Ja, dan kun je niet weg met, ze werken best wel. Daar besteed je echt aandacht aan. Dus dat is, weet je, beleid spreekt harder dan de taal in persconferenties. Hè. Het is ook vaak te langdradig, we onthouden het niet. Er zit geen PowerPoint bij. Het wordt later ook niet nog eens een keer gepresenteerd. En de pers haalt eruit wat ze eruit willen halen. Namelijk alle positieve nieuws. En alle stelligheid die er wel in zat. En dat is dus wat je meekrijgt. En als overheid, als je informeert, moet je dat ook begrijpen. Dat mensen horen wat ze willen horen. Welke boodschappen worden er nu steeds herhaald. En daarop pas je je communicatie gewoon aan. Dus dat is een beetje het ding. Ja, als je... Ja, sorry. Ja, nee, dank hiervoor. Dat lijkt me een belangrijke observatie. Ik wil eigenlijk, want we hebben nog 4 minuten, toe naar een laatste vraag voor jullie alle drie. Die ook uit de kijkersgroep komt. Wat een moeilijke vraag is, maar die voortdurend in de lucht hangt. Dus laten we het daarover hebben. Namelijk, je kan gedrag van mensen sterker sturen dan we tot nu toe doen. En je kan minder verdraagzaam zijn ten opzichte van ongevaccineerden. Daardoor wordt die groep die zich... die diversiteit creëert in het luxe model, die wordt kleiner. Want we weten uit andere landen waar het strenger wordt, dat meer mensen uiteindelijk dan toch geneigd zullen zijn om zich te laten vaccineren. Dus misschien dat we toch die vragen even op tafel moeten hebben. Hoe kijken jullie alle drie daartegen aan? Zijn we niet te tolerant geweest opzichte van de niet-gevaccineerden? We zetten ze niet weg als irrationeel, daar gaat het niet om. Maar voor het bestrijden van de pandemie is het wel prettig als heel veel mensen hetzelfde gedrag vertonen. En zouden we, ten opzichte van mensen die datzelfde gedrag niet vertonen, toch niet wat intoleranter moeten worden? Want uiteindelijk gaat het bij een pandemie niet om jezelf, maar gaat het om het collectief. Want anders krijg je het virus er niet onder. Dus ik zou graag van jullie alle drie daar toch een reactie op hebben. Zijn we eigenlijk niet met elkaar iets te tolerant? En zouden we het Luc niet makkelijker maken met zijn model wanneer we minder tolerant zouden zijn? Luc, jij krijgt als eerste het woord. Nou, om even te reflecteren op de huidige situatie. Ik denk haast dat de natuur ons gewoon ook geholpen heeft. En dat de mensen die niet gevaccineerd zijn, hopelijk tegen de volgende zomer allemaal een keer corona al hebben gehad. Voor het modelleren maakt het allemaal niet zo, maakt het me niet het leven makkelijker of moeilijker. Het enige public health aspect waar ik me mogelijk zorgen over maak, is als je bepaalde zaken verplicht maakt, is dat je mogelijk ook mensen uitsluit uit de maatschappij en dat je socio-economische verschillen in gezondheid juist ook mogelijk weer erger maakt voor bepaalde, hopelijk kleine groepen. Maar dat, nou ja, dat kan ik niet goed overzien, maar daar voel ik wat ongemakkelijkheid bij ook. Oké, Ginny, kort. Ja, dit is een slechte vraag aan een antropoloog. Want een antropoloog bekijkt natuurlijk altijd alle kanten. Zijn we te tolerant soms? En was het een vaccin waarvan we weten, het stopt de verspreiding ook? Daar zeg ik heel eerlijk, ja, dan zijn we zeker veel te tolerant. Want dan hadden we gewoon een spoedig einde aan de pandemie kunnen zien. En dat is in het belang van iedereen. En soms moet je mensen dan gewoon dwingen. Ook al willen ze niet. Ja, dat klinkt heel moeilijk voor een antropoloog, maar... Het is in ons alle belang om het wel te doen. Nou, dat is met deze vaccins niet het geval. Ze stoppen de verspreiding niet. Dus er is reden tot twijfel. Ja, en in dit geval zeg ik, er zijn ook echt andere manieren om mensen te overtuigen. Om nog meer van die 13% is het geloof ik, die echt niet wil, die niet te overtuigen zou zijn. Ik weet niet of het de laatste peiling was. Om ze misschien toch nog een beetje aan boord te halen. Of je af te vragen, is het met deze vaccins eigenlijk zo'n probleem?
Of houden we nu nog een stukje bereidheid over voor, want er komt sowieso, voel ik gewoon, een vaccin wat de verspreiding wel gaat stoppen, want de ontwikkelingen gaan maar door. Houden we die bereidheid een beetje vast om zo meteen een ander vaccin wel een preek te kunnen geven? Dankjewel. Wil, laatste woorden? Ja, ik moet bij deze vraag, ik vind het een hele lastige vraag, waar ik altijd mijn persoonlijke opvattingen en mijn professionele opvattingen probeer uit elkaar te houden. Ginny probeert te schuilen achter haar antropologietitel. Schuil waar maar, je wil, maar zeg maar. Mijn professionele opvatting is dat hoe begrijpelijk ook de vraag, ik denk dat uiteindelijk gewoon puur pragmatisch gezien het echt het uitoefenen van dwang nauwelijks meerwaarde gaat opleveren. De kans dat je bij veel mensen de hakken alleen maar verder in het zand gaat en ze verder van je vervreemd, die is ontzettend groot. Dus dat is gewoon puur op basis van wat we weten uit de literatuur over de effecten van dwang in een samenleving als de Nederlandse, waar gedwongen vaccinatie gewoon nooit in de traditie heeft gezeten. Dus een uitzondering zou gemaakt kunnen worden voor mensen die in de frontlinie van de zorg werken. Maar daarbuiten denk ik dat het geen begaanbare weg is. Dank jullie wel. Ik wil iedereen bedanken. Het is 6:15 geweest. Ik wil met name de kijkers bedanken die wij niet kunnen zien. Maar die wel in grote getale aanwezig waren. Ook nog op YouTube. Heel veel dank voor het kijken naar dit programma. Ik wil met name natuurlijk Luc, Ginny en Wil bedanken voor het delen van jullie inzichten. Dit programma is nu meteen al terug te zien op het YouTube-account van Spui25. En er zal ook een versie komen met Engelse ondertiteling op het YouTube-account van NIAS binnenkort. Mocht u meer willen weten over het onderzoek van Luc of over NIAS in het algemeen, kijk dan op www.nias.knw.nl. En nog één laatste aankondiging. Op dinsdag 15 februari staat er weer een nieuwe NIAS-talk op het programma. En dan zullen we samen met aankomend fellow en historicus Erik Dusteler duiken in de wereld van gender en taal in de mediterrane omgeving. Dit was het voor vandaag. Heel veel dank voor het kijken. Heel veel dank voor jullie bijdrage. En hopelijk tot 15 februari. Tot ziens.